Karel Ismond, hier in de Abdijcross de gast vandaag. En zelfs tweevoudig winnaar. Wanneer heeft hij de Abdijcross gewonnen? Ik denk 1977 en 1984. Dus dat is bijna 40 jaar geleden de eerste maal. Dus. En ik ben nog altijd aanwezig. Omdat het niet heel ver is. Tongeren een 50 kilometer. En vandaag lopen dus mijn twee pupillen, Dieter en Maarten Kersting, aan de korte cross hier lopen. Wat was het destijds? Wat voor status had de Abdijcross destijds? Het was toch ook een heel gekende cross, want ieder jaar hadden ze toch praktisch een gekende winnaar. Toen had je hier nog een paar Engelsen die hier militair waren en zo. Klarken zo in der tijd, herinner ik mij nog. En altijd toch Ortman, tweede op het wereldkampioenschap veldlopen, heeft hier ook al gewonnen en zo. Of toch tegen mij gelopen in ieder geval. Hadden ze toch altijd 3-4 heel goed atleten, zelfs 30, 40 jaar geleden. Ja. En nu tegenwoordig hebben ze toch een heel mooi deelnemersveld. Als je ziet wie vandaag hier gelopen heeft, dat is toch de top van België praktisch. En met de dames ook, de beste Belgen. Dus een heel mooie bezetting vandaag. Er zitten hier flinke heuvels in. Het is vrij specifiek. Is gevaarlijk? Ja, misschien de afdaling zal misschien een beetje gevaarlijk zijn. Maar de atleten moeten maar een beetje aandacht hebben. Toen ik hier liep in de tijd, hebben wij nooit die afdaling gedaan. Was het van voor in de weide. En dat was wel niet zo gevaarlijk. Maar nu hier, ja, moeten ze wel, zeker het laatste van de afdaling, moeten ze aan een boom snel omdraaien. Maar ik denk wel dat iedereen het parcours een beetje kent en toch een beetje voorzichtig zal zijn. Maarten en Dieter lopen eigenlijk op zo'n EEK 10.000 en 5.000 meer die afstanden. Maar we zien ze nu een paar keer op de korte cross, ook vandaag. Waarom laat je ze kort doen? Ja, omdat volgend jaar is geen Europees of wereldkampioenschap 10.000 meter. Dus ik hoop dan dit jaar, zomerseizoen, dus hun tijden te verbeteren op 1.500, 3.000 en 5.000 gaat het hoofddoel zijn. Want zelfs om een grote 10.000 te lopen moet men heel snel zijn. Als je ziet dat de junioren dit jaar de laatste ronde 56 liep en Dieter liep nog 57 en iets en je kunt niet winnen met 57, dan moet je je snelheid zeker aanscherpen en dat is dit zomerseizoen dus het hoofddoel. Plus ze zijn er nog heel jong, 19 jaar pas, en dan hier zeker hier die heel zware cross lopen, dan ik ben er niet voor. Ik hoop een snelheid aan te scherpen en dan binnen 2 jaar heb je weer al het Europees crosskampioenschap, de Europees piste kampioenschap. En dan hoop ik dat ze de snelheid genoeg hebben om in 10.000 wereld mee te draaien. En u zelf ook zeer succesvol geweest op de marathon. Olympische medaille, hè? 2 medailles, 72, 76. Ik was reeds Europees kampioen in 71, toen als 22-jarige. Dus, maar ja, ik had echt een groot uithoudingsvermogen. En ik ben eigenlijk iets nader dan misschien iets te kort geschoten in snelheid. Die mannen zijn sneller dan ik. In vergelijking, maar natuurlijk niet zo hard als ik. Ik had meer uithouding en we hopen dan daarom op die mannen op 5 en 10.000 dat ze een goede snelheid hebben. En tegenwoordig voor een goede 5 en 10.000 moet men in de laatste ronde heel snel kunnen lopen. En dat is mijn bedoeling ook. En dat is maar die eigen pupillen. Als je nog even kijkt naar bijvoorbeeld zeggen Koen Naert of de andere jongens op de marathon in België, hoe vindt u de ontwikkeling gaan? Ja, Koen Naert heeft een geweldig seizoen en het niveau is eindelijk een beetje gestegen in België. Want nu hebben we toch 3-4 atleten die toch mee kunnen, zelfs 4-5 met Aschimeers, je nog rekening, Kaal, Van Scheurebeek, Naert, misschien nog 1-2. Dus het niveau, het topniveau is toch gestegen. Het platform, laat ons zo zeggen, het is niet meer 1 of 2, maar nu hebben we het toch 5. Tuurlijk, Koen Naert steekt er bovenuit een beetje op dit ogenblik. Omdat hij was ook al goed als jonge atleet over 2, 3 jaar ook een beetje pech gehad. Maar ja, Koen Naert, maar voor de rest is het niveau toch goed gestegen. Dat is denk ik door de verlaging van de minima's te zetten. De atleten zijn teruggedreven, maar als je het minima 2-11 zet, ja, dat zint er ook veel. Van Schuurbeek zal heel moeilijk zijn. Kalen ook, nu zien die 2.13 of hoeveel, of 2.12. En die zijn dan meer gedreven om dat minimum te halen. En dat is misschien een voordeel dus, dat ze de minima's versoepeld hebben om die atleten die juist onder een top komen ook een stimulans te geven. Heeft u zelf vandaag al gelopen? Nee, vandaag niet. Ik probeer nog om de 3-4-tal keren per week te gaan over de andere dag. Dus gisteren geweest, zondag niet, maandag, woensdag, vrijdag. Zo probeer ik toch te doen. En wat is je tempo? Ik kan nog pakken, zeggen 6, 7 kilometer en 4, 4, 10 de kilometer lopen. Ja, ik ben bijna 67 dus, maar het gaat nog vlot. Ik heb nooit stilgelegen eigenlijk. Hè. Ik ben altijd bezig gebleven, nooit zwaar gekwetst geweest. Dus, en dan moet dat toch nog gaan. Hè.